allemaal, wij zijn de familie Groen ook wel. De Groentjes. En welkom in deze nieuwe vlog. Het is vandaag zondagochtend 22 februari aan mijn hoofd. En wij zijn onderweg naar de kerk. Wij zitten nu in de auto. Matthijs heeft klaar zijn dienst. Normaal rijden wij om 7:15 weg, nu is het 7:15. Maar het is vakantie geweest, dus alle stoelen staan nog klaar. Dus hoeven we niet zo heel veel klaar te zetten. Maar wij hoorden vanochtend allemaal sirenes en toestanden. En nou ja, Matthijs vindt het altijd erg interessant. Dus Matthijs ging even kijken. En toen? Ja, op mijn mobiel. Hè? Ja. Kijk, klopt ja. Ja, een restaurant in Almere Buiten. Ja, er staat dus een restaurant vlakbij, in de buurt van onze kerk eigenlijk. Ja. Nou, wel ietsje verder, maar die staat in brand. En wie weet, als wij er langs rijden, kunnen we het veel. Maar het is echt een heel groot restaurant. En die staat ook behoorlijk goed in de fik, hebben we begrepen. Ja, als zelfs de politie uit Lelystad is uitgerukt ervoor. Oh, de brandweer, dat bedoel ik. Nee, ik bedoel de brandweer. Zo. Maar dat is jammer, het is een mooie tent. Dus ik hoop dat ze nog iets kunnen besparen. En een lekker restaurant. Ja, maar goed. Gisteren ben ik bij kennissen van mij op visite geweest. En die hebben een soort boerderijtje en dan ook drie paarden. Daar heb ik een hele leuke foto van Mitte gemaakt. Dus laat ik even zien. En nu naar de kerk en kijken wat de dienst ons gaat brengen. Misschien kunnen we een klein stukje filmen van Meert of zo. Kijk nog even. Goedemiddag op deze maandagmiddag. We hebben hier een kletskousje. En ik heb een lintje in haar haar gedaan. Mitte is er klaar voor. Wij gaan naar de dagbesteding om carnaval te vieren. Yep. Raden jullie al wie Mitte gaat? Feestje Mitte. Ja, leuk hè? De mooie outfit. Knappie. Nog een klauwtje tekenen meer. Huppakee, oh wat mooi. Eerst was het mama. Oh wat mooi. Ben je een heel vrolijk meisje op deze dinsdagochtend. Boefiekop. Ja, boefie ben jij. Dit is toch zo lekker. Dan kan ik toch niet zeggen dag. Boefje. Boefie. Ja. Vanmiddag heb ik Mitte opgehaald. Ben ik bij een vergadering geweest van de Floriade in Almere. Wij denken als gezin, of in ieder geval ik en Matthijs eigenlijk ook wel mee, over... om het zo inclusief mogelijk te maken, toegankelijk mogelijk voor mensen met beperking. We hebben het bijvoorbeeld al gehad over de indeling van de paden, wat er dan komt bij de Floriade. We hebben gehad over, en de Floriade is wat hier in Almere komt, een soort groot evenement. Dat is ook wel landelijk in het nieuws steeds. En we hebben daar onder andere gedacht over sanitaire voorzieningen. De wandelpaden, nou, et cetera, et cetera. Heel erg interessant.
Matthijs heeft net boven even een nieuwe kraan bevestigd bij de badkamer. Maar ik wil jullie nog twee dingen even laten zien. Het allereerste, misschien heb je het al wel op Instagram gezien, maar ik zou zometeen ook even een foto laten zien. Heb ik van de week een super, super leuk setje kleding gekocht bij My Little Love Kids. En ik zal het setje even laten zien en ook even een foto van Mitte laten zien. Ik heb hier even het setje liggen. Deze heb ik zelf een beetje, ja, nou niet samengesteld, maar ze heeft haar eigen kledinglijn. Maar verkoopt ook andere kleding. Maar ze heeft deze opdruk. Dit is een heel zacht roze truitje. Met een superleuk giraf opdrukje. En daar dus heb ik dus ook dit super toffe rokje. Het is zo'n corduroy stofje. En we zijn er echt helemaal verliefd op. Ik zal ook even... Ja, Mirte ook, hè? Ik laat even foto's zien. Maar wat ik dus hierover kan zeggen, is dat jullie tot en met 1 april 25% korting krijgen als jullie daar een bestelling doen. De code die je daarvoor moet gebruiken is de spatie groentjes. Ik zet dat ook even hier in beeld neer. En natuurlijk in de beschrijving een link naar de webshop. En de code waarmee je dus ook kunt bestellen. Ga ook even naar de Instagram account, want dat is ook super tof. Er zijn ook allemaal leuke ideeën, ook van andere kledingmerken die zij onder andere verkoopt. En dus tot en met 1 april krijg je dus daar een super gave korting. Met de code de spatie groentjes, gewoon de groentjes. En ik wil nog iets laten zien, maar dat heeft Matthijs nog niet gezien. Ik weet het al wel, maar ik heb het expres nog niet op Instagram en alles gezet. Maar het heeft hier met deze bestelling te maken. Alsjeblieft, je bestelling. En dan super lief tekeningetje erbij. En dan mag jij hem openmaken. Bedankt voor je bestelling. Handmade with love. Het is allemaal hangtrommel. Leaf day. Ja. Het ziet wel heel netjes uit. Ja. Het is breekbaar dus. Oh. Dat is wel zo mooi. Ja, echt wel hè. Ja, ik heb het al gezien wat het is, maar Matthijs nog niet. Ik heb het ook geregeld. Oké. Okay. Kijk. Dat is mooi. Tof hè? Hoe vet is dit, jongens? Ja. 1 keer redden wie dit zijn. Matthijs, Mirte en ik. Precies ook een beetje in onze kleuren. En... Met een Mickey sjaal, hoe vet is dit? Ja. Cool. Hij is cool hè? Mm. Ja, ik ben ook super blij mee. Dus, iedereen ook even. Deze kan je bestellen via Instagram. Zal ik ook even linkjes inzetten bij mamad.blog. Instagram. En ze maakt dit even serieus hè. Dit is gewoon helemaal met de hand getekend. Geen computer. Dat zijn hele strakke lijntjes. Ja, knap hè? Het is gewoon helemaal met de hand gewoon helemaal getekend. Ja, er zit natuurlijk nu glas achter. Wel leuk dat dit er ook al bij zit, want dit is wel echt Mitte. Ja, hè? Gewoon echt Mitte in de rolstoel. Dat had ik ook gevraagd. En met die knotjes zo. Mitte heeft vaak van die knotjes in. En kijk dan die details van onze brillen. Hoe bijzonder is dat dan? Ja, ik heb foto's gestuurd, maar hoe knap. En Mitte zo met dat lachje en precies, nou ja. Ik vind het zo vet. En dan dacht ik, neem een zwarte lijstje en dat past bij ons interieur erbij. Ja, ik was even een mooie plekje zoeken. Dus misschien hebben jullie hem nu wel inmiddels. Hebben jullie hem, nu zie je hem even live, maar heb ik inmiddels ook een Instagram poster van gemaakt. Maar ja, dat is echt super, 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 super tof. Echt heel knap. Zeker. Maar goed, ik denk dat we voor nu voor deze vlog gaan afsluiten. Ja. Alles komt een eind, hè? Maar... Zaterdag weer. Zaterdag zijn we weer. Ik zeg, dat bedoel ik. Aan succes. Zaterdag hebben we een nieuwe vlog. Ja. Dus voor nu zeggen wij alvast een hele fijne rest van de week toe. Zeker weten, ja. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal als je het nog niet gedaan hebt.
En dan zien we jullie in een nieuwe vlog. Oh ja, en een belletje natuurlijk even. Want dan ben je op, als eerst op de hoogte wanneer een nieuwe vlog verschijnt. Ja. Want we hebben niet een vaste tijden. Even niet zeggen, alleen nog maar. Doei! Doei.